ene trouwens arts die zei dat het wel kon en de andere arts die zei weer dat het niet kon. Hallo, goedemorgen. Het is woensdag en we beginnen de dag met de... Trapslag! Pop pop! En ik ben beneden vandaag, dus dat is ook heel fijn. Dat ik Jax op tijd kon voeden, dus dan kon ik op tijd beneden zijn. En dan ga ik Jola maar weer eens op de fiets brengen naar school. En even gezellig samen ontbijten. Heerlijk! Zo koud is. Het is aan het regenen. Maar het was wel heel lekker om weer even te fietsen. Echt. Finally gaat het gewoon weer zonder moeite. De eerste keer dat ik ging fietsen was vorige week geloof ik. En toen had ik echt moeite. Maar nu ging het gewoon lekker. Dat wil overigens nog niet zeggen dat ik echt klaar ben om te gaan sporten of zo. Gisteren vroeg iemand dat aan mij van Disney, wanneer ga je weer sporten? Het lijkt me zo leuk hoe je dat allemaal weer gaat oppakken straks. Om daar ook weer... Ga je dat ook weer delen? En ja, natuurlijk vind ik super leuk. Ik vind de vraag trouwens ook heel leuk, omdat niet iedereen dat weet. Ik heb er best wel veel volgers bij gekregen de laatste tijd sinds de zwangerschap. En dus niet heel veel mensen weten dat ik daarvoor altijd heel erg veel met fitness bezig was. Fitnessopleiding heb en ja, in mijn vlogs heel veel dingen met fitness verwerkte. En dat ga ik dus ook zeker weer doen. Maar ik heb gewoon wat meer hersteltijd nodig. Want ik voel me nog best wel dizzy soms. En mijn borsten doen heel erg veel zeer. Dus ik weet niet hoe ik dat moet combineren nu op dit moment met sporten. Maar stay tuned, want dat komt er echt nog wel weer aan hoor. Poeh. Zo. Here we go again. Hé? Mijn mooie mannetje. Ja. Hey, jasje uit, hè? Ja. 23 mei. Goed zo, papa. Wat smakelijk, schat. Dank je. Eten we staand tegenwoordig? Hey, Jax. Hij ligt echt zo lekker in dit Bugge Baby piepje. Een uitkomst, hè? Ja, ga je wakker worden? Word zo. Oeh, lekker wakker worden. Nu dat hij eventjes goed geslapen heeft, is hij een stuk vrolijker, hè? Ja, ben je weer hartstikke vrolijk? Hallo, ik vergeet helemaal te vloggen. Maar we zijn in ieder geval onderweg naar Daan en Lin. Gaan we gezellig eten. En Jax en Jola zijn ook mee. Die zitten daar. Hoe het trouwens was net bij het consultatiebureau heb ik ook helemaal niet meer gevlogd. Maar dat is het ook later nog wel eventjes. Want we zijn er alweer. Een huilbaby of veel eisende baby kan hoogbegaafd zijn. Ja, klopt. Ik was ook echt helemaal huilig. Waar is misgegaan dan? Oh, we zijn weer terug. Lekker gegeten. Het is heel erg leuk, want Lin is de vrouw van Daan. En Daan is de compagnon van Bart. Weten jullie misschien al van eerdere vlogs, maar voor degenen die het niet weten. Linda is ook zwanger. Dus we zijn allemaal, echt heel veel vriendinnen van mij zijn op dit moment zwanger. En zij krijgen ook een jongetje. En we hebben net nog even het hartje gehoord met zo'n apparaatje. Echt super leuk is dat. Ja, dan heb je gewoon oordopjes bij en dan kun je dus het hartje horen. Dat is wel grappig. Dus nou, daar gaat ook alles helemaal goed. En nog eventjes over ons... Oh, ik zet hem even neer. Oh nee, dat kan niet. Het wordt weer groen. Consultatiebureau bezoekje. Want we hadden heel veel vragen natuurlijk, omdat we gewoon... Ja, de laatste dagen hebben gemerkt dat Jax heel veel last heeft van krampjes of andere huilbuien. En, maar goed, puntje bij paaltje. Hij is heel goed gegroeid. Hij is ruim 4 kilo. 4. Ja, hij zat eerst een paar weken geleden, of een week geleden, zat hij net onder het streepje van het gemiddelde. En nu zit hij er net op en erboven. Dus ja, het gaat echt perfect. Helemaal perfect. Qua lengte, gewicht. Ja. Dus al die uren borstvoeding geven heeft zijn vruchten afgeworpen. Afgeworpen. Afgeworpen.
Maar dat mag ik op zich wel wat gaan minderen, die tijd van de borstvoeding geven. Want dat ben ik erg lang aan het doen. En ja, ze zei ook dat is dan heel moeilijk vol te houden, want dan ben je gewoon alleen maar aan het voeden de hele tijd. Dus nou, dan ga ik weer proberen om dat een beetje terug te dringen naar maximaal een half uurtje totaal. Met alle twee kanten. En verder, ja, ze heeft heel veel tips gegeven. Ook heel veel dingen die ik ook al van jullie allemaal had gehoord. Die ik kan doen. Die we ook al allemaal hadden uitgeprobeerd. En nog wat nieuwe dingen. Ze heeft ons bijvoorbeeld wat verteld over... Ja, dat het niet alleen maar altijd krampjes hoeft te zijn. Maar dat hij ook bijvoorbeeld last kan hebben van... Ja, temperatuurswisselingen, geluiden, prikkels. Heel veel prikkels vooral. En het is gewoon heel erg logisch dat hij altijd heel veel troost wil. Door lichaamscontact en ja, dus lekker bij je zitten. En het is allemaal helemaal niet zo gek. Dus ik denk dat we het gewoon even lekker een beetje los moeten laten. Proberen zelf relaxed te zijn eronder. En dan komt het bij hem ook vanzelf wel. En gewoon accepteren dat de eerste weekjes gewoon... Ja, een beetje pittig zijn voor hem vooral. En ja, wij proberen de rest er wel even omheen te bouwen. Hallo, goedemorgen jongens. Het is donderdag vandaag. En ik ren met de voeding niet om Jola naar school te brengen zelf. Dus dat heeft Bart gedaan. Ik ga even snel een broodje pindakaas eten. En dan wordt deze dag heel erg veel in het teken van administratie doen. Misschien dat sommige mensen van jullie die er bekend mee zijn, eigen bedrijf en dat soort dingen, wel weten dat je in deze periode van het jaar je jaarlijkse administratie moet doen. Oh nee, trouwens, dat moet iedereen volgens mij doen. Anyway, ik doe altijd alles zelf. Ik heb namelijk al, jawel, 15 jaar een eigen bedrijf. In het begin liet ik het doen natuurlijk. Maar tegenwoordig doe ik dat altijd helemaal zelf. Je hebt tegenwoordig ook allerlei programma's trouwens die dat allemaal veel makkelijker maken. Mochten de ondernemers van jullie tussen zitten die dit trouwens boeiend vinden om te weten welk programma ik werk met Money Monk. Ik zal hieronder in de beschrijving ook even een linkje zetten. Want ik ben zo blij met Money Monk. Money Monk heeft het mij zoveel makkelijker gemaakt. Dit is geen sponsor iets trouwens. Ik ben er gewoon echt, ik heb het via een vriendin en ik ben er gewoon echt super blij mee. Dus ja, dat is eigenlijk de planning voor vandaag. Want met een babytje erbij is het natuurlijk... Wow, ik zit hier helemaal neer. The sun is shining in my face. Want met een babytje erbij... Is dat natuurlijk best een uitdaging zo op kantoor je administratie doen. Maar goed, ik pak gewoon de momentjes die ik heb. En dan zien we het verder wel. Hoe het dan allemaal gaat. Bart, die moet de deur uit. Maar die is er nu nog wel. Dus misschien kan ik daar nog heel even gebruik van maken. Let's go. Many unbearable hours later. Ik heb al mijn administratie gedaan. En een vlog geëdit. Bijna helemaal geëdit. Maar op dit moment ga ik heel even stoppen. Jax ligt trouwens bij mij. Gezellig. Jola, die is vandaag op haar fiets naar school. En die gaat voor het eerst van school terug alleen naar huis. Om 2:30 was ze uit en het is nu 3:15. Dus is of onderweg of ze is blijven hangen met vriendinnen. Maar het liefste spring ik nu echt de deur uit en fiets ik de route... Naar school even zelf om te kijken of ze er is. Maar dat ga ik niet doen, want ik weet dat ze dat echt niet leuk vindt. Maar ik zit echt op de klok te kijken. En op de camera te kijken of ze al bij de deur aankomt. Het is echt heel spannend, vind ik dit. Daar is ze! Hoe ging het? Goed. Ja? Ja. Wow, mijlpaal. Jola helemaal voor het eerst alleen naar huis. En ik moest de hele weg de wind tegenhouden. Dus toen was het ook wat langer. Mama heeft cappuccino en taartje. Ik heb taartje en ik thee. Ja, om te vieren dat je eerste keer helemaal alleen naar huis bent gekomen. En ik had nog appeltaart goed. Ja. Het is morgen Koningsdag. En normaal zijn we natuurlijk altijd van dingen doen. Zo zal ik hier even de video inzetten van wat we vorig jaar hebben gedaan. Maar dit jaar hebben we gewoon nog helemaal geen enkele planning, hè? Wat gaan we morgen doen? Geen idee wat we morgen gaan doen. Heb je nog aan je vriendinnen gevraagd wat die gaan doen? Ook weer vergeten.
leuke bad boy broekje. He? Zo, ik ga dit keer even weer afgekolfde melk geven. En daarna ga ik weer nieuwe afkolven. Omdat ik ook weer voel dat ik moet geven. En waarom doe ik dat? Helaas, ik heb weer heel erg veel last van mijn tepels. Het is nu een beetje anders. Het is een beetje raar, want het zijn geen kloven meer. Maar het is een hele erg branderige, zeurderige, stekende pijn. Die elke keer ook na het voeden heel erg terugkomt. Ik ben er al van alles over aan het opzoeken. En ik ga daar mee zeker naar de lactatiekundige. Want als dit volhoudt zo, dat zou ik echt heel erg zonde vinden. Even bij je grote zus. Kom melk uit, kom melk uit. Ja, dat komt wel eens, schat. Hallo allemaal. Hey. Met je schattige mondje, hè? Zo jongens, ik heb de afgelopen dagen zo bizar veel tips van jullie allemaal gekregen. En met name over de darmkrampjes. Dus daar wilde ik nog heel eventjes op ingaan en vertellen wat we er allemaal aan hebben gedaan. Nou, ik denk dat we echt wel zo'n beetje alles hebben uitgeprobeerd wat jullie aan tips hebben gegeven aan ons. Heel veel dingen waren natuurlijk al op mijn pad gekomen via consultatiebureau, via de jeugdarts, verloskundige, kraamzorg, dat soort dingen. En natuurlijk ook een paar dingetjes uit mijn eigen ervaring, omdat ik natuurlijk Jola al heb, die het ook wel heeft gehad in het verleden. Ja, ik denk dat je de krampjes gewoon, daar kon je niet onder vandaan komen. Er is ook geen wondermiddel wat er tegen helpt. Ik wil wel een paar dingetjes even laten zien die ik heb geprobeerd. Dit werkte namelijk bij Jola wel goed. Ik moet zeggen dat ik er nu niet heel erg over te spreken ben. Althans, ik merk er niet echt heel erg veel verschil in. Het is niet zo van als ik dit heb gebruikt, dan heeft hij helemaal geen krampjes. Maar het is ook niet zo dat het erger wordt. Dus neutraal. Dit ben ik wel erg over te spreken. Sina Baby, dat is een homeopathisch geneesmiddel en het is van VSM. En je doet dan een paar druppeltjes op het op een lepeltje, dat doe je dan in zijn mondje. En wat ik dan zelf doe is daarna meteen het speentje in zijn mond. En dan wordt hij toch wel even een beetje rustig. De ene keer werkt het wel, de andere keer niet. Maar vaak triggert het hem wel om net heel eventjes een beetje rustig te worden. En dan natuurlijk het masseren op het buikje. Hem gewoon lekker huid op huid contact hebben met hem inbakeren. Dat werkt trouwens voor het slapen best wel goed. Daar hebben we de pukkenbaby voor. Wat verder werkt is ja, veel bewegen, wiegen. En inderdaad ook wat veel mensen zeggen is even op zijn buikje, op je arm. Dus dan zo. Dat doet Bart vaak. Dat vindt hij ook wel prettig. Het zou eventueel, de ene trouwens arts die zei dat het wel kon. En de andere arts die zei weer dat het niet kon. Dat het wat te maken kon hebben met dat hij te veel voormelk drinkt. En dat ze daar dan meer krampjes van hebben. Maar die spreken elkaar dus een beetje tegen. Dus ik weet niet zo goed wat ik daarin moet geloven. En hetzelfde geldt eigenlijk voor mijn eigen voeding. Omdat ik natuurlijk borstvoeding geef, wordt er heel veel gezegd over wat ik zelf eet. Op een gegeven moment had ik ook echt zoiets van wauw, nu mag ik ook gewoon bijna niks meer eten. Ik hou heel erg van koffie, dat liet ik al staan. Chocola liet ik staan. Maar toen kwamen er ook nog bij aardbeien, alle kolen, chuderans, noem het maar op. Nou, daar... Ja! Poepie. Ik ga dit verhaal maar even snel afronden. Maar dat hebben we dus ook geprobeerd. Om daar gewoon echt heel veel in te laten staan. Maar daar merk ik dus niet zo heel veel verschil in. Dan wordt er nog heel veel gepraat over reflux. Ook daar hebben we het over gehad met het consultatiebureau. Maar ze zegt dus dat het dan wel echt heel veel meer dan of een handvol moet zijn wat hij teruggeeft elke keer. En hij geeft ook niet echt signalen af dat hij echt last heeft van zijn slokdarm. Dus dat zal waarschijnlijk ook niet. Sorry. Ik zal het speentjes laten zien wat we hebben. De Soetie. Hij ziet er niet uit, maar dit is de enige die werkt bij hem. Nou, en nu zien jullie dus ook waarom het soms echt heel lastig is voor mij om te vloggen en om alles te laten zien. Het is dus niet zo dat ik niet alle tips uitprobeer en zo, maar ik kan gewoon niet alles filmen wat ik doe. Dus dit was het voor nu even, denk ik.
Ja, dat is het een beetje voor nu. Voor de dingen die voor ons werken. En voor de rest is het gewoon... het mannetje wordt vanzelf groot. En eigenlijk gaat alles in grote lijnen hartstikke goed. Dus dank jullie wel voor het kijken. Ik zie jullie wanneer... in de volgende vlog. Doei! En niet vergeet te abonneren, want dat is gratis. En dan blijf je op de hoogte van wanneer die vlog komt. Rock that joint.